Zaak 1 natuurlijk. We kijken. Die jongen heeft iets in mijn drankje gedaan. Dat zegt hij toch zelf? Praat maar. Hij probeerde mij te wurgen. Het was zelfverdediging. Ik wil geen aangifte doen. Als ik had geweten wat de voordelen waren als ik 10 jaar eerder begon. Hilton Verrieux. Eva is neergeslagen. Ze ligt hier voor het museum op het Verre Voort. Die bij mij. Ja. Ik heb er wel een keer met hem aangezien. Ze maakte ruzie. Je wordt aangehouden op verdenking van fraude. Dekking halen. Kom op. Links, rechts. Maar hij kan uit het niets opeens kwaad worden. Ja, die met geld opgemaakt aan kleine dingen. Waarom volgde je mij? Ik kom zelf ook van een woonwagenkamp. Dit zijn mijn mensen. Als jij zorgt dat ik even te spreken krijg, dan laat ik 2 mensen vrij. Nee, u denkt toch niet dat ik zo stom ben? Ik ben bang voor Wurm. Daar ging het hem helemaal niet om. Hij was nieuwsgierig. Lekker. Ik ga binnenkort een rol spelen in het politiefilm. En ik wilde me goed voorbereiden, dus ik dacht... Nou, eigenlijk mijn zwager Kees. Maar die kan natuurlijk niet eindeloos zitten wachten. Dan draagt ze nog een mal tegenwoordig. Wat raar die dat betekent, volle maan en 12? Wat moet ik zeggen dan? Vergadering. Mij maakt het niet meer uit. Maar wel lef, jongen daar. Ja, 1 miljoen euro. Weet je wat ik allemaal kan doen met 1 miljoen euro voor mijn familie? En je hebt recht op een advocaat. Waar is jouw kant dan gejat? Waar was mijn zoon niet kalm gebleven? Ik run een smetteloos bedrijf. Ik doe zelfs zaken met uw bazen van het ministerie. You mean she was forced to prostitute herself?